Dag mensen, live vanuit de Landgraaf in mijn kampeerwagen. Mijn moedertje, die in steengooi afstand woont, zitten. Ja, dat is mijn moeder, hè? Dat is de vrouw van Willem. Dat is mijn broertje. En mijn vrouw, ja, die zit daarachter. Hoi schat. Hoi. Want, jullie hebben de bank in beslag genomen. Ik ben dik. Voordat jullie dat nu niet wisten. Dus bij deze. Ik ook. Ja, maar dat wisten we, Willem. Dat zie je wel in het beeld. Wij, zoals jullie weten, staan wij in Landgraaf. Omdat wij binding hebben met de gemeente Landgraaf, zijn we naar Landgraaf vertrokken. Ons broertje Heini zit in Dordrecht, dus die is daar bezig. Wij hebben toen straks een draadje stroom gevraagd. Zoals jullie misschien weten, hebben we dat net gefilmd. Ze kwamen vrij gemoedelijk over de gemeente. De burgemeester was onderweg en mevrouw... Sorry, ik weet haar naam even niet, maar het gaat over wonen. De wethouder van wonen. We hebben een gesprek gehad. Het gesprek begon, vond ik persoonlijk, gemoedelijk. We hebben onze situatie uit kunnen leggen. Ze waren heel erg... Peter Berend, ik ben een landgraaf. Ik heb de situatie goed uit kunnen leggen met mijn broertje Willem. We hebben zelfs niet gefilmd. Omdat we hebben ook niet aangegeven wel of niet. Maar we wouden een keer gewoon goed beginnen. Dus niet zelf de toon zetten van hier en niet anders. Dat is misgelopen. Dat is niet gelukt. Ik draai hem even om naar Willem. Willem, wat is er gebeurd? Nou, we gingen dus een beetje gemoedelijk gesprek in. Alleen deze... Om te vragen voor hulp. Om te vragen voor hulp of ze ons willen helpen. Want kunnen helpen kunnen ze ons, maar ze moeten het willen. Ja. En deze burgemeester heeft duidelijk aangegeven in het begin dat hij ons wel wou helpen. En dat hij in de bres wou springen voor ons. Als het ware in Jep en Jange te daal. Maar die verzocht ons vriendelijk en nogal dreigend in mijn gevoel weg te gaan. Ja, dat was aan het einde van het gesprek. Ja. Kwam die bietje. Dus neem het maar even over. Nou, dus in het begin van het gesprek was het vrij gemoedelijk van jongens, ik snap het. En ze snappen het allemaal. Elke gemeente snapt het allemaal, maar ze begrijpen het niet. Laten we dat vooropstellen. Wij staan inderdaad nogal dicht op het gemeentehuis. Dat klopt. Hij zei zelfs van letterlijk en figuurlijk van, het lijkt net of jullie mij bij mij onaangekondigd in de tuin zijn gaan staan. Dat zullen jullie ook niet prettig vinden. Nou, mensen die mij kunnen, kom bij me staan in de tuin. Het maakt mij niet uit. Moet drinken, moet je eten, zeg maar. Mag bij mama ook. Ja, bij mama ook. Ik bedoel, dat weten we allemaal. Maar dat hebben we dus ook gezegd. Maar in ieder geval, aan het einde van het liedje, Jip en Janneke taal kwam, die best wel, dreigend wil ik het niet noemen hoor, maar best wel boos over en dat wij weg moesten gaan. Nou zei die vrouw van wonen, die was in mijn ogen wat schappelijker. En die zei van, jongens, ik wil of wij willen dat jullie morgenochtend vertrokken zijn. En toen zei de burgemeester, volgens mij was het de burgemeester, moet ik zeggen. Ja toch jongen? Ja. Die zei van, niks daarvan, niks morgenochtend. Dan gaat vandaag ga je weg. Vandaag. En doe je dat niet, dan volgen de andere maatregelen en moet ik ook mijn plan trekken. Ga er even over nadenken, zegt hij. Ja, we hebben aangegeven dat we niet hoeven na te denken. Kortom, het wordt weer een wel eens niet een spelletje. Maar bij deze, burgemeester van Landgraaf, wij gaan wel op dit moment alles filmen. Want wij wouden ons goede wil tonen. En nogmaals, ik wil helemaal niet dreigend overkomen of niet dit of niet dat of niet zus. Maar wij kunnen nergens heen, burgemeester. En dat is wat hopelijk heel Nederland, elke gemeente begrijpt. Wij kunnen echt nergens heen. Dit is mijn kampeerwagen en dit is mijn huis. En waar moet ik heen? Zeg het maar. Als hun tegen mij zeggen, ja je moet weg. Nou oké, dan koppel ik aan, dan ga ik neer. Dan komt daar hetzelfde liedje. Komt er weer politie, kom je weer bij de burgemeester. Nee, dan ga je naar kerkraden, dan ga je naar... Ja mensen, wat willen jullie nou? Wat willen jullie nou? Op ons is inderdaad niet echt een wet van toepassing. Dat klopt, dat ben ik met iedereen eens. Maar zoveel mensen als ons zijn er ook niet. En ja, ik weet dat je het een met het ander niet moet gaan vergelijken. Maar er komen onbekende groeperingen het land binnen. Wie ook hulp verdienen, laten we dat vooropstellen. Want ik ben niet tegen asielzoekers, wat heel veel mensen wel zijn. Ik ben er absoluut niet tegen. Ik ben een christen. Alleen, ja, het moet toch niet zo kunnen dat wij ook nergens heen kunnen. Ja, ik weet het, Jut. Er staan twee vakken leeg. Daar hadden we het ook over. Daar hebben ze groenvoorziening van gemaakt. Daar stonden ze ook van te kijken dat wij dat wisten. Alleen ja, daarom hebben wij waarschijnlijk binding met Landgraaf. Omdat we dingen weten. Dus ja, en nogmaals, de gemeente Mil had een punt. Daar hebben we goed overleg.
hebben we dat gedaan. Maar hier hebben ze geen punt in mijn ogen. Het enige wat ze zeggen is dat we weg moeten. En ze komen, vind ik, niet met een goed argument. Ja, niet staan, niet staan, niet staan. Nee, we willen ook ergens. Het is niet zo dat wij een stukje grond bezetten, mensen. Wij staan hier om aandacht te vragen dat wij een standplaats willen. Een standplaats willen. Wij willen een woning hebben wij. We willen een leven. Ja, wij willen een leven. Mijn broertje is, sorry dat ik het zeg, maar wauw, ben je 25 toch? Ja. Mijn broertje is 25. Weet ik niet, ik denk dat hij even wegviel, mensen. Ik ben 31. En wij komen elke keer bij mijn moeder terecht. Mijn moeder zit hier. Mam. Ja. Elke keer komen we bij jou terecht. Allemaal stuk voor stuk. Ja, hij, Willem allemaal. En wij. Maar je bent ziekelijk. Ja. Er komt een moment, dan ga je dood. Ja, en dan hebben jullie niks meer. En dan? Ja. Ja, en zoals de mensen weten, als iemand in een burgerlijk huis, want mijn moeder woont in een huis, dat vindt, ja, daar heeft zich bij neergelegd, dat is ieder voor zich. Wat moeten we dan? Dan gaat het huis weg en dan, ja, wat moeten we dan? Dus ja, nogmaals, wij kunnen nergens heen. Mensen, wij blijven voortaan alles filmen, nu, op dit moment. Elk gesprek, elk dingetje, als ze nou willen of niet willen, wij hebben gewoon ons beste inzet getoond. En ja, meer kunnen we ook niet doen, dus als er wat is, dan hoort u van ons. Ik verwacht wel nog vanavond aan de burgemeester te zien en te horen. Komt er vanavond nog wat? En dan, we zullen het zien. We houden u op de hoogte. Tot ziens.